Welkom bij het vernieuwde theorie-examen voor het rijbewijs B. U krijgt zo dadelijk 65 vragen met de daarbij behorende afbeeldingen te zien. De vragen kunt u beantwoorden met het antwoordkastje naast de vraag. Het examen bestaat uit 25 vragen over gevaarherkenning en 40 vragen over regels, wetten en inzicht. We beginnen met 25 vragen over gevaarherkenning. En iedere vraag is hetzelfde, namelijk, wat kunt u het beste doen in deze situatie? U heeft dan de keuze uit 3 antwoorden, namelijk A. Remmen, B. Gas loslaten of C. Niets doen. Bij de vragen over gevaarherkenning wordt niet gesproken en u heeft 8 seconden de tijd om het antwoord te geven. Bij de 40 vragen over regels, wetten en inzicht heeft u de keuze uit ja-nee vragen, meerkeuzevragen, ABC en vragen waarbij u een getal in moet toetsen. Zolang de tijdsbalk links van de foto naar beneden gaat, kunt u het antwoord aanklikken. Wijzigen van het antwoord doet u door middel van de gele correctietoets. Na de laatste vraag krijgt u meteen de uitslag. En kunt u van alle fout beantwoorde vragen de antwoorden terugkijken. Ook kunt u van 3 goed beantwoorde vragen de antwoorden terugkijken. Wilt u slagen, dan moet u van de 25 vragen over gevaarherkenning er minimaal 12 goed hebben. En van de 40 andere vragen mag u maximaal 5 vragen fout doen. Veel succes namens A2 toe V2H. U haalt hier de snorfiets rechts in. Mag dat?
Moet u de bus voor laten gaan? U wilt hier een passagier laten uitstappen, mag dat? Het kind is 1,40 meter groot en wil zo met u meerijden. Mag dat? Kunt u hier over 240 meter een overweg met overwegbomen verwachten? Moet u stoppen om de voetgangers voor te laten gaan? Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1. Auto. 2. Militaire kolonne. 3. Vrachtauto. B. 1. Militaire kolonne. 2. Vrachtauto. 3. Auto. C. 1. Militaire kolonne. 2. Auto. 3. Vrachtauto. U gaat rechtdoor. Moet u de fietser die rechtsaf wil voor laten gaan? Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1. Bus. 2. Auto. 3. Vrachtauto. B. 1. Bus. 2 vrachtauto, 3 auto. C. 1 vrachtauto, 2 auto, 3 bus. Kunt u nu bromfietsers op de rijbaan verwachten? Heeft u de losbreekreminrichting zo goed vastgemaakt om te rijden? U staat hier stil om een pakket af te geven. Mag dat? U wilt rechtdoor. Moet u de rode auto voor laten gaan? U heeft het groot licht aanstaan. Welke kleur lamp gaat er dan branden? A. Geel. B. Blauw. C. Rood. Bent u verplicht om de tekens van een verkeersregelaar op te volgen? U rijdt binnen de bebouwde kom en u gaat nu 50 km per uur rijden. Mag dat? U wilt rechtsaf. Moet u de voetganger voor laten gaan? Aan wie moet u hier voorrang verlenen? A. Alleen aan alle motorvoertuigen op de kruisende weg. B. Aan alle weggebruikers op de kruisende weg. C. Aan alle bestuurders op de kruisende weg. U rijdt achteruit. Moet u de fietser voor laten gaan? Wat is na het bord uw maximale snelheid? A. 90 km per uur. B. 100 km per uur. C. 120 km per uur.
Wanneer mag u hier stilstaan? A. Nooit. B. Om te laden en te lossen. C. Om mobiel te bellen. Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1. Fiets en bromfiets. 2. Auto. B. 1. Bromfiets. 2. Auto. 3. Fiets. C. 1. Fiets. 2. Auto. 3. Bromfiets. U gaat linksaf op de rotonde. Mag u zometeen 90 km per uur gaan rijden? Heeft het rijden met een te lage bandenspanning invloed op het brandstofverbruik? Het is donker en u gaat rijden met stadslicht. Mag dat? Moet u de voetgangers voor laten gaan? U parkeert hier 10 meter van het kruispunt. Mag dat? U blijft hier rijden. Mag dat? Waar moet u hier rekening mee houden? A. Met bestuurders die zoveel mogelijk links rijden. B. Met bestuurders die rechts gaan inhalen. C. Met bestuurders die toch links inhalen en u afsnijden. U wilt linksaf. Bent u zo goed voorgesorteerd? Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 auto, 2 bromfiets, 3 vrachtauto, 4 fiets. B. 1 auto, 2 vrachtauto, 3 fiets, 4 bromfiets. C. 1 fiets, 2 bromfiets, 3 auto, 4 vrachtauto. Welk bord geeft een gesloten verklaring aan voor alle motorvoertuigen? A. Bord A. B. Bord B. C. Bord C. Moet u de voetganger voor laten gaan? U wilt rechtdoor. Moet u nu stoppen? U wilt linksaf. Mag dat? U wilt rechtsaf. Moet u de snorfietser voor laten gaan? Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 auto, 2 fiets, 3 bromfiets. B. 1 bromfiets, 2 fiets, 3 auto. C.
1 auto, 2 bromfiets, 3 fiets. U gaat nu met groot licht rijden. Mag dat? Wanneer mag u hier stilstaan? A. Altijd. B. Als u geen fietsers hindert. C. Nooit. Er is geen verkeer te zien. Bent u dan verplicht om te stoppen?